Lentekriebels, zaterdagmiddag in Nieuw-Weerdingen. Thuisploeg NWVV ontvangt mededegradatiekandidaat SCN uit Nieuwlanden. Nagels bijten dus. Een partij tussen de nummers 10 en 12 van de competitie. De thuisploeg spelend in het blauw-zwart, net boven de streep. Openingsset is ook van NWVV via Aardema. Bal smoort en dus een makkelijke prooi voor Reitsema. Johan Hollen, hoofdcoach ook na de zomer in Nieuw-Weerdingen, ziet SCN dat de betere kansen krijgt. NWVV werkt weg. Danny Kuiper probeert iets moois. Wordt de doelman van NWVV niet mee verrast. Geen groot spel op zaterdagmiddag. NWVV. Een schot van afstand. Reitsema moet gestrekt gaan. Op de inzet van Erwin Schipper. Een gevoelig getatoeëerd been. Dat niet de score in Nieuw-Weerdingen kan openen. Een bal in het niets. SCN dat overneemt. Want goed is het nog altijd niet. Dit loopt goed af voor NWVV. SCN via Brian Marissen. Had graag de score willen openen voor trainercoach Bart Smit. Is de helft van het publiek al in de kantine in de blessuretijd? Opeens vrij Marco Mihalji. In de lege hoek geschoven. NWVV plots 1-0 voor. Goed combineren. Uiteindelijk Mihalji. De clubtopscorer. Die maar weer eens het net vindt. Op schoenen van een kameraad. Volgt het rustsignaal nog niet, kan SCN het nog eenmaal proberen. Daar de goalgetter voorin. Ja ja, 1-1. Stefan Bruinsma. De gevaarlijkste man van SCN. Vlak voor het einde van de eerste helft met de 1-1. Is het niet best, maar wordt het wel spannend. De tweede helft, SCN neemt over. Redding van Sinot. De kopbal van Roy Swiers gaat niet binnen. Weer SCN. Weer Bruinsma. Het blijft 1-1. En daar schieten beide partijen nog niets mee op. In de 16, super. Blijft staan de spits van NWVV. Doorzetten. Aardema, weer super met het hoofd dan. Reitsema. De tijd tikt weg in niemands voordeel. Een laatste zet van Hollen. Stefan Heidema. Kan hij als stormram NWVV 3 punten schenken? Nee. Het blijft 1-1 en NWVV en SCN nog altijd in degradatiegevaar. Waar hebben we naar zitten kijken? Nou ja, naar een degradatieduel in de vierde klasse D. Het voetbal wat je gezien hebt was ook, denk ik, degradatievoetbal. En met alles erop en eraan, met spanning, vooral op de beide ploegen, denk ik. En zeker de wil om niet te verliezen. Nou ja, ik word te wijzen van dat SCN niet over ons heen gaat. En dat wij staan waar we staan, is nog steeds boven de streep. Dus als we dat zo volhouden, desnoods met dit voetbal, dan ben ik tevreden. SCN is een veel te mooie club om te degraderen. En daar hebben we ook kwaliteit voor. Maar er moet wel wat gebeuren. Dus daar gaan we dinsdag en donderdag mee aan de slag. Op plaats 10 nog altijd net veilig NWVV. 2 punten en meer zorgen voor SCN. Spieken we eventjes en kijken we naar boven. De beste Drentse ploeg in deze klasse. FC Assen op plaats 3.